zijn hier op Shell Pernis bij de SGRP. In de SGRP maken we waterstof. En we doen dat met behulp van zware restproducten uit de raffinaderij. Bij die productie komt heel veel CO2 vrij. Die CO2 is heel erg zuiver. En die sturen wij nu naar OCAP. De CO2 die nemen we hier nagenoeg drukloos in vanuit de raffinaderij. In het compressorstation hier wordt die op druk gebracht voor transport in een grote transportleiding. En vanaf die transportleiding hebben we aftakkingen naar de verschillende tuinbouwgebieden. En daar, een beetje net als aardgas, vertakt het netwerk zich en wordt de tuin dus individueel beleverd met de CO2. Bij de productie van waterstof in de SGRP-fabriek komt per jaar ongeveer 1 miljoen ton zuivere CO2 vrij. En daarvan leveren we ongeveer 40%, dat is 400 kiloton per jaar, aan OCAP. Op dit moment zijn zo'n 600 kwekers aangesloten op ons netwerk. Maar het aantal is groeiende, omdat er steeds meer kwekers zijn die onze CO2 willen gebruiken om hun productie te verduurzamen en hun teelt te verbeteren. We zijn hier bij het CO2-verdeelsysteem aangekomen. Vanuit hier komt de CO2 binnen, van OCAP. En dat gaat via deze zwarte leiding gaat het zo naar de gerbras toe. We zijn hier bij kwekerij De Zuidplas in Moerkapelle. We telen hier 75 verschillende gerbras in allerlei kleuren. Per jaar doen we er ongeveer 4 à 25 miljoen. En die verkopen wij over heel Europa. De CO2 van OCAP die gebruiken wij omdat die veel zuiverder is. Daarnaast heb ik wel de mogelijkheden om zelf CO2 te produceren, maar dat moet dan met aardgas, die ik dan moet gaan verbranden. En wat ik op dat moment, die warmte die dan ook geproduceerd wordt, helemaal niet kan gebruiken. Ja, dat is natuurlijk erg slecht voor het milieu. Ja, en we willen toch ook wel erg graag, want daar staan we ook als voor een bedrijf voor, dat we de generaties die na ons komen, toch ook wel eigenlijk een heel leuk en goed leven hebben. We kunnen niet alle zuivere CO2 die uit de SGRP-fabriek komt aan OCAP kwijt. Dat heeft te maken met de seizoensgebondenheid van de vraag van de tuinbouw. En deze CO2 is uitstekend geschikt om op termijn te gaan opslaan in lege gasvelden op de Noordzee. En dat zou bijvoorbeeld kunnen via het project Portos, wat een initiatief is van het havenbedrijf Rotterdam en de Gasunie.